Mijn naam is Gonnie van Oudenalle en ik ben onder andere taxichauffeur in Amsterdam. En ik ga met twee collega's, taxichauffeur, ga ik de Cape to Cape Rally rijden. En die rally is van Finland tot Gibraltar. En dat gaan we in 3 dagen tijd doen. En dan moeten we 5800 kilometer rijden. En dan proberen we geen enkele verkeersfout te begaan. Want doe je dat, dan word je gedisqualificeerd. Wat is de reden dat je dit wil doen? Ik ben gevraagd. Dat is een hele goede reden als je voor iets gevraagd wordt. En als je dan ook nog kan. En een andere reden is dat veel mensen denken dat taxichauffeurs altijd verkeersovertredingen begaan. Dus wij willen de uitdaging aannemen. Hoe heeft u deze wedstrijd voorbereid? Nou, ik ben hem nog aan het voorbereiden. En dat zult u ook zo meteen wel zien, wat ik nog allemaal moet doen. Op dit moment zijn Sandra en Laura mijn collega's. Sandra van Wensen en Laura Rijkelenhuizen. Die zijn de tachograaf aan het inlaten bouwen. En onderweg de tipper. Allemaal instrumenten die we nodig hebben. En ik moet nu het drukwerk onder andere gaan verzorgen. Op het moment, we hebben de... drukwerk jongens, heel veel drukwerk. Ja, maar de grote vraag is, wordt het goedgekeurd? Nou, we zullen eens even kritische blikken. Ik had er één foutje gezien, een erretje, maar dat is misschien niet zo erg. Maar... Nee, het moet foutloos zijn hoor, we kunnen geen spelfouten tolereren. We nodigen uit om ons uit te wuiven op donderdag 5, we vertrekken toch op de 24e mei? Ja, op de 24e, ja. Uit de Raamsdonksveer. Ja. Ja. Ja, dat is een foutje. Foutje. Ik vrees dat er iets gebeurt. En zondag 4 juni klopt ook niet. Nee, ook nog niet. Dat is een maandag. Is maandag, ja. Ja. Maar wat doen we nou? Scheuren. Ja, scheuren, ja. Dat moet opnieuw. Echt, hè? Ja, nee, gewoon dit. Dit nee, gewoon zo. Ja, gewoon, ja, het mag. Ja. Het is... Mogen we dat zo op straat? Dat moeten we wel weer opruimen. Maar helaas, dat kan ook gebeuren. Je drukwerk verkeerd bekeken. Ik hoop dat jullie het beter hebben gedaan dan ik. Dat was heel hard werken voor vandaag. Nou, we hebben ook een klasse voor jou hoor. Ja? Moet even meelopen naar onze... Hebben we nog een microfoon? Ja. Wat hebben jullie vandaag gedaan, behalve telefoon aannemen? Een ongewassen bolide van ons. Hebben wij het dashboardkastje laten verwijderen, want daar komt toch niks in. Ja. En daaronder hangt onze tachograaf. Waarom zit die rechts en niet links? Omdat het anders te veel zicht ontneemt voor de bestuurder. We hebben bedacht dat dat op het dashboard te irritant is. En vandaar dat het bij de bijrijder zit, die gewoon ook goed kan zien wat de snelheid is. Want de tachograafsnelheid die telt en niet de kilometerteller. En dat is het verhaal. Elke 24 uur moet hij dus een nieuw schijfje in. En dan hebben we een heel pakket van bij ons. Dus... Hoe ziet het eruit? Dat is de tachograaf? Het is een kwestie van sleutel omdraaien. En dan hier bevindt hij zich en hij heeft al lekker lopen krassen. Het zijn krasjes die hij maakt. Het is niet echt een pennetje. Het zijn krasjes. Nou, en daar kun je ook op zien dat ik toch op sommige punten iets te hard heb gereden. En dat ik zelf doorgetrokken heb tot 140. Maar ja, ik moest even voelen hoe hij rijdt en wat hij kan. En hij is geweldig hoor. Hij rijdt als een speer. Maar dat mag niet in... nu geldt het nog niet dat we fout hebben gemaakt. Hè? Straks, hoe ga je dat dan doen? Ik hoop een beetje sympathie van mijn medepassagiers. Van nou, hou het in de gaten. We gaan te hard. Want blik op de weg, blik op het verkeer. En een blik op je medepassagiers is dan de herstellende factor, hè? Met de hoge snelheden. En Sandra, hoe is vandaag bevallen? Wat heb jij allemaal... Jullie zijn samen op stap gegaan. Ja, we zijn samen op stap gegaan en het ging hartstikke goed. Deze dame heen en de andere dame terug. En wat ligt daar allemaal op de achterbank? Nou, voor het inbouwen van de tachograaf hebben ze wat ruimte gemaakt en hebben ze het dashboardkastje eruit gehaald. Dat kan ook na de race gewoon weer teruggebouwd worden.
En de radio die deed het niet. Dus we hebben ze ook gevraagd of dat ze daar nog even naar konden kijken. Van misschien dat zij iets konden vinden. Maar die is dus echt kapot. Dus die hebben ze er ook gewoon gelijk uitgelaten. En dan heb ik vanmiddag ook nog contact opgenomen met een potentiële sponsor die daar wel in geïnteresseerd in is. Dat is onder andere JVC. Die wellicht een autoradio kan sponsoren. En dat horen we morgenmiddag. Ja, want zonder radio, dames, kunnen we dat? We kunnen wel een heleboel liedjes zelf zingen. Maar op een gegeven moment houdt het toch op. En ik zing vals, wist je dat? Heel erg vals. Maar blijft er nog wel wat over van die auto? Want we hebben hier al wat onderdelen. Dit was het stuk van het dashboard, geloof ik. Ja, dit is het dashboard. Dat, ja? En de stofzuiger zit erin, wat moeten we, hoezo? Ik bedoel... Even schoon op reis. En we zijn nu nog bezig met voordat we op reis gaan, dus hij is nog smerig. Ja. Dat komt helemaal goed. Ja, we hebben nog geen sticker erop zitten, dus we moeten nog... Het is wel... Het is vies om te beplakken nog. Ja. Hij moet eerst schoon en dan... Eerst schoon en dan pas plakken. Ik heb wel geleerd dat hij ook weer niet te schoon moet zijn, want dan houden die stickers het weer niet. Dus ergens ertussenin bij die bestickering moeten we het doen. Dit is dag 2, hè? Morgen, wat moeten we morgen allemaal doen? Wat ga jij ook weer doen? Ik ga morgen naar Breda om de tipper in te laten bouwen. Eerst nog naar de garage om te kijken of de cruise control ingebouwd kan worden. Contact weer opnemen met sponsor over de autoradio en eventueel nog een bijdrage. Wat ga ik morgen nog meer doen? Wat heb je in je hand? Ik heb hier in de hand t-shirt, sorry. Zal ik die even overnemen? T-shirts voor onderweg. De dames natuurlijk mooi in zwart. Stylish, classy. Dat komt helemaal goed. Eentje met lange mouwen voor het wat koudere weer. En eentje met hele fijne korte mouwtjes voor het wat warmere weer. Want we gaan natuurlijk lekker naar het zuiden toe. Eerst bovenste. Ga zo kijken of ik een paar... Vonden we al de eerste spijker. We waren maar een heel klein beetje... Heel klein beetje vuil. Heel klein beetje vuil. Maar je ziet wel wie het gelijk aanpakt hier, hè? Hup, ja. Ik heb heel hard gewerkt, jij ja. Ik heb ook veel getrapt. Sandra weet het meest van mannenvissen. We geven deze taak aan Sandra. Nou, wel met z'n allen. We blijven het wel samen doen. Niemand doet de klus alleen. Oké, vastlijnen. Aan deze kant terug. Ga jij omhoog? Ja. En als je geen techniek voor deze drie leggen. Op zich niet, alleen moet de grote opening naar boven. Ja. Hebben ze vellig naar beneden. Ja. Waarom zouden we dat ding erop doen? Nou, anders gaat het daar ontzettend rammelen. Ja. We kunnen toch ook vol met spullen leggen? Nee, maar dan nog. Gewoon wel goed, hier komen. Druk, dan gaat weer rood. Ja, we nemen hier op. Rood kopje bij de diesel. Eén keer tanken. Eerste tankstop. Gooi hem vol. Sandra rent naar binnen voor de koelvloeistof. En de synthetische olie. En jij moet snel betalen. Ja. Maar ik leg de creditcard op de bank. Oké. Okay. Hier gaat olie in. Verhaallijk idee. Even olie halen. Hoeveel tanken we? Als ik stoppen wil, doe ik. Ja, dat zie ik niet staan. Grond, zit hij al vol? Hoe druk je op stop? Op hetzelfde knopje. Hier. Synthetische olie. Synthetisch. High performance. Oké. En de koelvloeistof? Pakken we die ook al af? Pakken we die ook gelijk mee? Liter koelvloeistof. Dag, meneer van de benzinetankstation. Oh, u voelt zich erg lekker. Hoe lang is het geleden dat u uw bed gezien heeft? Kijk wat er nog meer in de winkel is. Oh,
That's it. Koelvloeistof. Yes. Oké. Okay. Ook, ja, mee in het mandje. Hierbij. En de dame die aan het tanken is, die betaalt alles zo meteen in één keer. Bedankt voor de diensten. Oh shit, welk nummer is dat? Ja, nee, is het goed. Wat is dit, Big Sister of zo? Nee, we gaan een rally rijden. Dus we zijn eventjes aan het proeven rijden. Met die auto? Ja, van Gibraltar, van Finland naar Gibraltar. Nee. Ja. Dus we zijn nu eventjes een paar van deze tussenstops gaan doen. Wat was de pincode? Dus we stonden net alle drie buiten, dus ondertussen kan de ander met de auto vandoor gaan. Dus dat was niet slim. Dus vandaar. Nou, veel succes. Dankjewel. Taxibord. En het taxibord werd aangepast voor deze reis. Dus we gaan even bij meneer Bergsma kijken. Hè? Of het allemaal gelukt is. En van de week werd er heel erg gemopperd. Want we waren natuurlijk heel laat, zoals dames altijd te laat zijn. En even kijken wat hier verder allemaal gebeurt. Ik zie al wat. Het is een... meneer Bergsma, het is een kunstwerk geworden. Wat is het nou, wat voor materiaal dat u erop hebt gedaan? Dit is 2 mm plexiglas. Dit is 2 mm plexiglas. Dat hebben we in een oven gebogen. En daarna hebben we het bestikkerd volgens het idee wat zij in haar hoofd had. De dames in haar hoofd hadden. En dat moet het dan onderweg met veel succes doen. Zodat ook de hele nacht ze herkenbaar zijn aan Roet. En ik hoop dat ze zeer succesvol zullen rijden. Ze hebben in ieder geval een goede mentor. En we hebben ook wat ervaring met het rallyrijden. En ik hoop dat het allemaal succesvol afloopt. Wat stond er nou aan de andere kant? Dames op wielen. En dat is hetgene waarvoor ze gaan. Want ze willen daarmee bekendheid en roem... voor een toekomstige taxibedrijf, CQ, service, doen wat ze me uitgelegd hebben, ongeveer. Oké, nou, het ziet er fantastisch uit. Dus zometeen gaan we hem uittesten hoe deze Perspex lichtbak op de taxi en op de auto staat.
maken zo nog een shot omdat het zijn uit beeld eruit, we zijn klaar. Moeilijkste onderdeel?